In de Waalhaven wordt tot begin augustus in totaal 4 weekenden gewerkt aan de Reeweg en het Reewegviaduct. Van vrijdag 9 juli 10 uur 's avonds tot maandag 12 juli 5 uur 's ochtends wordt gewerkt aan de rijbaan tussen de Antonie Bodaanweg en de Waalhavenweg en het kruispunt met Waalhaven Zuidzijde. Verkeer vanaf de A15 en vanuit Sjaarloos richting Heiplaat wordt over de Reeweg langs het werk geleid. Verkeer tussen Heiplaat en Sjaarloos rijdt in beide richtingen om via de Albert Plesmanweg. In de weekenden van 23 tot en met 26 juli en 30 juli tot en met 2 augustus wordt er gewerkt aan het Reewegviaduct. Het viaduct en de naastgelegen toe- en afritten van de A15 zijn dan afgesloten. In deze weekenden wordt het verkeer omgeleid via de Groene Kruisweg en de Waalhaven Zuidzijde. De fietsbrug over de havenspoorlijn wordt ook gerenoveerd. De fietsverbinding tussen Reeweg en de Vondelingenweg is daarom tot 8 augustus in beide richtingen dicht. Fietsers worden omgeleid via fietspaden onderlangs het Distripark Eemhaven, de Groene Kruisweg naar de Albert Plesmanweg. Dit wordt aangegeven met omleidingsborden. Ga naar rotterdamonderweg.nl/reeweg voor alle informatie.